Zondag 8 januari hebben we ze opgenomen. De uitvaartsketches van Peter Leenders. Als locatie had hij uitgekozen het multifunctioneel centrum het Kerkebuske in Helden. En u ziet het al. Hij heeft kosten en moeite gespaard om het zo te laten uitzien alsof het een echte begrafenis was. Ja, en voor Peter was het natuurlijk ook wel een beetje lastig, want hij heeft wel eens vaker regie gedaan voor toneelvereniging Zadoor. Maar ja, als je het voor video moet doen, moet je alles in kleine stukjes opnemen. Nou, dat was voor hem wel een beetje lastig. Ja, en de volgende stap is natuurlijk met hem hier zitten en die 8 sketches monteren. Maar ik wil hem toch ook wel eens een keer interviewen. Waarom nou al die moeite om die sketches op te nemen? Want er komt toch heel wat bij kijken. Hij heeft heel veel collega's uitgenodigd. Toneelvereniging Zadoor heeft er heel veel moeite voor gedaan. Je moet natuurlijk ook een ruimte zien te vinden waar je het kan doen. In dit geval het multifunctioneel centrum met Kerkebuske. Ja, en dan monteren. Ja, daar zit toch heel veel tijd. Waarom? Nou, die vraag die ga ik toch eens een keer stellen aan uitvaartspreker Peter Leenders.